Ik had het net al even aangekondigd. Die complexe wereld die komt natuurlijk ook in Den Haag aan. En ook zij hebben daarmee te maken. Well, kijk maar naar de ophef over ING en het witwassen en al die meldingen. ICT-systeem bij de Belastingdienst lijkt me ook een klein hoofdpijndossiertje. Onze volgende gast, dames en heren, bevindt zich midden in die arena en houdt zijn hoofd koel. We zijn blij dat hij er is. Geen hartelijk applaus. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra. De gesprekstoel is voor u. Dank. Dames en heren, goedemorgen. Dames en heren, ik weet niet of het een zonnige dag was, die dag in april 350 jaar geleden. Dat was namelijk de dag waarop het Britse Rijk aankondigde dat testamenten, handelscontracten en ook huwelijken vanaf dat moment ongeldig waren zonder handtekening. Maar ongeacht het weer, het was een zonnige dag voor de wereld. De handtekening betekende namelijk een reuzenstap voor eigendomsrechten en voor de handel. En dat betekende dus ook een reuzenstap voor de economische ontwikkeling. En eerlijk gezegd, dat is nogal wat. Dat is nogal wat voor een krabbel, want dat is het in ieder geval in mijn geval, waarvoor nog altijd geen juridische eisen zijn. Iedereen mag zijn eigen persoonlijke invulling geven aan de handtekening. Maar de onderliggende boodschap is altijd hetzelfde. Namelijk, dit is feitelijk juist en zoals bedoeld naar mijn beste eer en geweten. Ruim 3,5 eeuw later geldt die boodschap wereldwijd nog steeds. In de marketing, op diploma's en onder contracten. En al is de wereld in die 350 jaar natuurlijk ingrijpend veranderd, het principe van de handtekening is nog steeds hetzelfde. Een handtekening boezemt vertrouwen in. Een handtekening weerspiegelt reputaties in de eerste plaats van degene die zelf ondertekend heeft. Dames en heren, uw handtekening is uw verdienmodel. Uw reputatie is uw verdienmodel. En uw handtekening is onontbeerlijk in de huidige wereld van het bedrijfsleven. En juist daarom moet uw sector extra zuinig zijn op de handtekening. Dat is cruciaal. En dames en heren, als u niet cruciaal zou zijn, dan was ik vandaag ook niet hier. Want de accountancy sector is onmisbaar voor onze economie. Ik spreek als minister natuurlijk regelmatig met accountants en met mensen die met de sector te maken hebben en die de sector goed kennen. En eerlijk is eerlijk, in die gesprekken krijg ik ook vaak te horen dat de sector een spiegel nodig heeft. Ook van een aantal mensen die vandaag in de zaal zitten. Maar blijft u rustig zitten, ik zal ze niet bij naam noemen. Een spiegel dus, een spiegel om jezelf eens goed in de ogen te kijken. Om te kijken of de dingen die je doet, of je die ook daadwerkelijk goed doet. En precies daar bestaan ook bij een aantal van u zorgen over. Natuurlijk, en ik zeg dat met nadruk, de goede niet te nagesproken. Want ongetwijfeld zitten er velen hier onder u in de zaal die zich kunnen scharen onder de goede en die elke dag met de juiste motieven aan het werk gaan. Maar toch is er alle reden voor de spiegel die ik zo even noemde. Want in het verleden is het te vaak fout gegaan. Te vaak stond de beroepsgroep in een negatief daglicht. Te vaak stonden accountants in het beklaagde bankje en te vaak gaf de rechter de eiser gelijk. Ik hoef de namen van Imtech en Vestia niet te noemen en natuurlijk kennen de fouten die zijn gemaakt vele vaders. Maar de rol van accountants in de diverse dossiers kunnen en mogen we niet negeren. Burgers, bedrijven en de politiek die moeten op basis van die handtekening, van de accountant, kunnen vertrouwen op de financiële degelijkheid en de deugdelijkheid van een instelling.
En het oordeel van de accountant moet zekerheid toevoegen aan jaarstukken. Dat publieke belang moet altijd voorop staan. Dames en heren, de sector heeft zelf 4 jaar geleden de handschoen opgenomen om de kwaliteit van de wettelijke controles fundamenteel te verbeteren. Aan de hand van maar liefst 53 verbetervoorstellen. En dat was een stap in de goede richting. En u heeft de afgelopen tijd ook verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en op het gebied van het gedrag en de cultuur in de sector. En er is meer bespreekbaar geworden op de werkvloer. Het is acceptabel om meer tijd te nemen voor een controle. En dat zijn allemaal goede stappen. Maar tegelijkertijd staat de kwaliteit nog steeds onder druk. En zo zijn er de afgelopen jaren accountantsverklaringen afgegeven die op basis van de beschikbare controleinformatie niet afgegeven hadden mogen worden. En te vaak lijkt het commerciële belang te prevaleren boven het publieke belang. En dat mag wat mij betreft nooit het geval zijn. En de conclusie is dus dat er meer moet gebeuren en dat ook de snelheid van de hervormingen omhoog moet. Want een groot deel van de onderzochte controles van de zogenaamde Big Four waren in 2017 nog steeds onvoldoende. En er is dus meer visie en daadkracht nodig om verkeerde prikkels in het verdienmodel aan te pakken. Dames en heren, dit zijn geen willekeurige observaties van mijzelf. Wat ik zo even heb gezegd is te lezen in de recente rapporten van de AFM en ook van de monitoringcommissie Accountancy. En vandaag verschijnt er opnieuw een rapport van de AFM waarin juist de kwetsbaarheden in de structuur van de sector verkend en benoemd worden. Merel van Vroonhoven van de AFM zal dit straks ook hier bij u verder toelichten. Dames en heren, laten we realistisch zijn. 4 jaar is een lange tijd. 4 jaar was voor Nokia genoeg om van wereldmarktleider te vervallen tot verliesgevend bedrijf. De afgelopen 4 jaar is het Nederlands elftal vervallen van een wereldelftal tot een kwakkelend team. En inmiddels zeggen in ieder geval sommigen weer terug naar de richting van de wereldtop op basis van de laatste wedstrijden tegen Duitsland en Frankrijk. En 4 jaar is de maximale termijn, u weet dat, die een kabinet in Nederland gegund is om tot daden te komen. Ook dit kabinet, er zijn er zelfs die 4 jaar wat dat betreft ondraaglijk lang vinden. Voorzitter, 4 jaar is lang, maar in 4 jaar kan en moet er ook veel gebeuren. En daarom mag van de accountancy-sector in 4 jaar tijd ook meer verwacht worden dan wat we hebben gezien. En nogmaals, de goede niet te nagesproken. Ook in deze zaal zitten veel accountants die dag in dag uit waarheidsgetrouwe controlerapportages schrijven. En ik vond ook de berichten in het Financiële Dagblad eerder deze maand juist over een groep jonge accountants die de cultuur in de sector willen veranderen bemoedigend. Maar het is, ook als ik dat allemaal bij elkaar neem, niet goed genoeg. En het wordt dus uiteindelijk ook één van twee smaken. Of meer zelfsturing, of meer regelgeving. En de sector krijgt, laten we daar ook gewoon eerlijk en realistisch over zijn, niet nogmaals 4 jaar de tijd. En daarom gaan we als kabinet ook in het hier en nu aan de slag met vervolgstappen. En er komt daarom op korte termijn een onafhankelijke commissie die onderzoekt of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit juist van de wettelijke controles te verbeteren. En de commissie zal daarbij ook expliciet kijken naar mogelijke ingrepen juist in de structuur en de verdienmodellen van de accountantsorganisaties. En op dit moment zijn we bezig met het benoemen van de voorzitter. En uiteindelijk zal ik met de conclusies van deze onafhankelijke commissie in de hand en met de nieuwste bevindingen van de AFM en met het laatste verslag van de monitoringcommissie de balans opmaken. En eerlijk is eerlijk, in de tussenliggende periode hoop ik natuurlijk dat de sector niet stil zit.
Wat verwacht ik nou? Wat verwacht ik nou van u en ook van uw vakgenoten? Nou, dat komt niet toevallig overeen met wat de samenleving van een accountant mag verwachten. En ik denk dat je mag zeggen wat elke Nederlander en elke ondernemer mag verwachten als hij of zij een accountant inhuurt. De samenleving mag verwachten dat het publieke belang altijd voorrang krijgt op ieder ander belang. De samenleving mag verwachten dat een handtekening gelijk staat aan vertrouwen. En de samenleving mag verwachten dat u uw handtekening alleen zet als u staat voor uw oordeel. Ik verwacht kortom dat u goed onberispelijk werk levert, dat u uw beroepseer hoog houdt en dat u de cruciale rol die u in de economie vervult en waar ik zo even naar verwijs ook met verve vervult. Dames en heren, ik heb tenslotte een verzoek. En het is een verzoek dat ik vaker doe. Ik doe het intern, ik doe het extern, ik doe het nationaal, ik doe het internationaal. Ik doe het in samenwerking met de staatsdeelnemingen waar ik voor verantwoordelijk ben. Ik doe het in samenwerking met de dialoog met de banken en de verzekeraars en ook met de medewerkers op het ministerie. En ik zou het ook met de accountants willen doen. En het verzoek is kort gezegd als volgt. Als er nou zaken zijn, als er zaken zijn in de sector die u op het spoor komt en waarvan u vindt dat die niet deugen, dat die beter kunnen of dat die mijn aandacht vragen, dan wil ik graag dat u dat bij mij of bij het ministerie meldt. En vanzelfsprekend bij voorkeur vooraf en niet pas als het kalf verdronken is. Dames en heren, zoals gezegd, ik weet dat er velen in de zaal zitten die elke dag werken voor juist ook het publieke belang en zich inzetten voor het versterken van het vertrouwen in de sector. En ik ben daar blij om. En ik hoop dat juist ook zij het voortouw zullen nemen bij de hervormingen die nog steeds nodig zijn. En dat geldt voor allemaal, voor u allemaal, of u nou juist aan het begin van uw carrière staat of al een tijdje bezig bent, of, en die zijn er geloof ik vandaag ook, nog in de collegebanken zit, of al richting de pensioenleeftijd gaat. Ik heb vandaag voor u allemaal dezelfde oproep. Blijf elkaar bevragen. Wees kritisch op ongeschreven gewoontes en gebruiken. Wees kritisch op gedrag en cultuur op de werkvloer. Accepteer tegenspraak en denk aan de spiegel. Met die kritische blik naar uzelf en naar uw omgeving bouwt u aan het vertrouwen en ook aan de professionaliteit en reputatie van uw beroepsgroep. En daarmee aan het vertrouwen in uw handtekening onder de stukken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoekstra. Dank u wel, minister. Ik denk dat er wel wat vragen komen. Ik heb wel wat vragen. En misschien u als zaal ook. Dus als u even met elkaar... Je hoeft niet met elkaar te overleggen, maar als je straks een briljante vraag hebt... Ik heb zo'n microfoon en die gooi ik dan even die kant op. Dus als je bent. Maar even, meneer Hoekstra, een vraag. U heeft het volgens mij 3 keer in uw speech gehad... de goeden nagelaten. Dus in goede CDA-traditie bestaat er dan ook iets als de kwaden, toch? Nou, verluidt u mij nou niet om allemaal dingen te zeggen die ik hier niet zou moeten bespreken. Nee, maar ik probeer hier wat u bedoelt. Nou, er zijn 2 boodschappen op dat vlak. Op de eerste plaats heb ik echt een NN-boodschap als het gaat over wat er al gebeurd is, ja, maar ook wat er nog moet gebeuren. En daarnaast realiseer ik me heel goed dat er ook mensen in de zaal zijn, vermoedelijk een heleboel, en ja, dat er ook accountants in het land zijn, ook vermoedelijk een heleboel, die denken, ja, dan gaat het hier weer over, maar ik doe er ontzettend mijn best voor en ik doe dit ook op een verstandige en integere manier. En ja, toch komt de minister dan met in veel opzichten een kritisch verhaal. Ja. Dus ik wil dat onderscheid maken, maar dat onderscheid zal de zaal en zullen de accountants ook zelf moeten maken. Maar is het dan zo dat de kwaden, u zegt van dat is omdat ze onzorgvuldig zijn of omdat ze echt kwaad willen? Nee, ik ga vanzelfsprekend altijd uit van de goede intenties. Maar wat we wel hebben gezien bij dit dossier is dat er een heleboel moet veranderen. Mm-hmm. Dat een deel ook gedaan is, maar dat de veranderingen echt te langzaam gaan. Mm-hmm. En de vraag die de AFM natuurlijk ook vandaag in het bijzonder opwerpt is in hoeverre de structuur waarin de sector georganiseerd is en met name ook de grote kantoren zijn georganiseerd, in hoeverre dat nou belemmerend is bij het
maken van de noodzakelijke aanpassingen. Ja. En dat is dus een van de hoofdzaken die commissie ook moet gaan onderzoeken. Ja, want u zegt, we gaan als commissie, een onafhankelijke commissie, gaat naar de, ik heb zitten meeschrijven, gekeken naar structuur en verdienmodellen. En u zei, let op, uw publieke belang ligt altijd voorop. Combineer dat eens met verdienmodellen. Nou, volgens mij is dat helder. Dat heeft alles te maken met die handtekening en met dat vertrouwen. En ik meen echt wat ik zo even heb gezegd. Accountants vervullen een cruciale handtekening. Want je ziet voor een cruciale rol met die handtekening. Ja. Want die handtekening onder een stuk, dat is de beste en vaak ook de enige waarborg die de lezer heeft. Of dat nou een investeerder is, of een politicus, of een burger. Is vaak de enige waarborg dat wat alles wat daarboven, maar vooral ook achter die handtekening is opgeschreven, dat het klopt. Ja. Dat is de publieke kant. En vanzelfsprekend begrijp ik dat er ook brood op de plank moet komen. Maar het is wel en-en. En het mag niet zo zijn dat dat publieke belang het onderspit delft. Ja. Omdat er ook nog brood op de plank moet komen. Nee, maar het punt is een beetje meer, als wij nou als maatschappij de klant zijn, moeten wij dan ook betalen? Nou, vanzelfsprekend. Of u, mag ook. Nee, maar vanzelfsprekend moet degene. Nou, laten we het nou niet ingewikkeld maken. U weet, nou ja, u weet niet half waar ik allemaal voor moet betalen. Ja. Dus laat ik dit er nou niet ook nog bij doen. Want uiteindelijk komt die rekening dan toch weer bij de belastingbetaler. Dus ook bij u. Hey, hoe ver wilt u dat de accountants gaan in hun rol als de bewaker van de betrouwbaarheid? Nou, ik zou willen zeggen verder dan vandaag. Het vind ik nog een beetje een vage KPI. Ja, maar laat ik. Maar u wil denk ik ook niet dat ik elk van die 53 punten nu met u uitbeen. Kijk, volgens mij is de conclusie is toch wel ongeveer zoals ik die net in de speech ook heb beschreven. Er zijn echt een heleboel dingen gebeurd. Op het gebied van de raden van commissarissen die zijn ingesteld. Ja. Op het gebied van de ethiek die inmiddels in de opleidingen versleuteld is. Op het gebied van het meer tijd nemen voor controles. Het meer hebben van de dialoog. En tegelijkertijd laten al die rapporten en ook de gesprekken die ik heb, nogmaals ook met velen hier in de zaal, die laten toch zien dat het te weinig is. Dat er in die 4 jaar echt wel wat, maar niet genoeg is veranderd. Nee. En ja, de vraag die toch heel pregnant op tafel ligt, is, moeten we nou niet meer doen, ook ten aanzien van de structuur, juist om de cultuur vervolgens ingrijpender te kunnen veranderen? Maar de vraag stellen is hem bijna al beantwoorden, toch? Want anders had u het niet voorgesteld. Zo werkt dat in Den Haag. We willen iets, we stellen een onafhankelijke commissie in, zodat die de weg vrij maakt om iets te doen. Nou, u moet Den Haag niet tekort doen. Dat gebeurt overigens vaker. Ik wil echt zeggen, en dat zeg ik ook tegen de zaal, ik sta hier open in. Dus ik vind dat de commissie dit echt moet onderzoeken. Mm-hmm. Ook omdat ik zie dat er allerlei complicaties zitten aan het op de schop nemen van de structuur. Er zijn veel firma's die ook internationaal werken. Ja. Er is ook Europese regelgeving. Velen in de zaal die zullen zich realiseren dat waar we in Nederland werken met een witte lijst, er in het buitenland vaak wordt gewerkt met een zogenaamde zwarte lijst. Dus er zitten complicaties aan, maar ik vind wel dat die vraag heel nadrukkelijk op tafel moet komen. Ja. Maar nogmaals, het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als de sector juist ook het komende jaar nog weer een aantal beslissende stappen de juiste richting uitzet. Is er iemand met een vraag? Even de zaal, even, u mag uw hand opsteken. Is er iemand met een intelligente vraag? Valt al heel veel mensen. Is dat dan vergeleken met het? Is dat dan vergeleken met de vorige vragen? Nou ja, exact. Ja, precies. Ja, dat moet wel. Ja. Ja. Is iemand? Mag je roepen? Anders, roep even. Heb je een vraag of niet? U bent wel een intimiderende voorzitter. Ja, ik weet het, ja. Maar voor wie dan? Hè? Nou, oké, doe ik de laatste vraag. Want u zegt, het moet wel beter. En u zei ook, we hebben niet nog een keer 4 jaar de tijd. Dat klinkt als toch een soort met van de schoolmeester. Of nou, een ultimatum klinkt dat een beetje. Hoeveel tijd en wat moeten we dan gehaald hebben? Moeten dan die verbeterpunten die we hebben opgeschreven, moet dat dan gehaald zijn en hoeveel tijd? Nou, we moeten echt nog een heleboel meer doen op die verbeterpunten. En kijk, de echte lakmoesproef is natuurlijk dat op het moment dat bijvoorbeeld de AFM de thermometer er weer insteekt, dan moet er wat anders uitkomen dan wat er ook het afgelopen jaar weer is uitgekomen. Er zijn gewoon te veel controles, en dat zal denk ik iedereen met mij eens zijn. Er zijn te veel controles waar grote vragen zijn of die nou goed genoeg zijn gegaan. Het antwoord is helaas vaak nee. Ja. Dus dat moet beter. En nogmaals, het lijkt mij niet dienstig om die lijst door te nemen. Ik heb al aangegeven, er zijn een heleboel dingen zijn er gebeurd. Maar het moet wel anders. Het moet maar lakmoesproef is AFM.
Nou, de AFM, maar ook de monitoringcommissie, de commissie van Ada van der Veer. Ja. Anderen zullen dat moeten beoordelen, maar nogmaals, we gaan ook de dialoog aan over de structuur. En daar zal die nieuwe commissie ook met een rapport komen. Goed. Wij kijken daar naar uit. Geef hem hartelijk applaus, dames en heren. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Volgende keer. Ja.